Sergio Pat, waar waren jullie er nog dichtbij? Ja, ja, dat is balen. Uiteindelijk verdien je het niet natuurlijk op basis van de eerste helft. Maar in voetbal krijg je wel eens iets onverdiends. En die kans was er als die op het laatste een keer goed valt. Ja, het mocht niet baten helaas. Ja, de eerste helft zei al, de eerste 20 minuten hadden jullie echt niks te zoeken hier, hè? Nee, waar de eerste 20 minuten staan je 2-0 achter en dan kijk je op de scorebord. En met het spel wat we ook vertoond hadden, zag het er heel slecht uit. En dan hoop je dat het zo snel mogelijk de 90ste minuut is. Maar uiteindelijk kan een goal wonderen doen. En konden we na een moeizame eindfase in de eerste helft, konden we toch nog een wedstrijd van maken. En zijn we terug in de wedstrijd gekomen. En dan hoop je dat die een keer goed valt. Maar dat mocht niet zo zijn helaas. Ik denk dat jij de man of the match bent. Je haalde er een paar ballen uit. Ja, levert dat ook punten op, dan zou ik er blij mee zijn. Maar over 2 weken is iedereen dat vergeten. En staat er alleen maar dat wij hier 0 punten hebben gehaald. En niet dat Pat een goede wedstrijd heeft gekiept. Dus, Dat is helaas ook waar. Ja, dan. Wat ging er mis bij de 2 tegendoelpunten van PSV? Nou, heel makkelijk. Er komen 2 nieuwe jongens aan onze rechterkant binnen. Dus je verwacht daar de problemen. Bij Amir Absalem en Ludovic Reis, die niet op zijn normale positie stond. Maar het ging aan de andere kant ging het fout. En volgens mij de eerste keer liepen ze heel makkelijk door en een breedte bal doelpunt. En dat ging wel heel makkelijk. Er was een enorm contrast tussen de eerste en de tweede helft. Wat hebben jullie tactisch omgegooid in de rust? We zijn wat hoge druk gaan zetten. We lieten ze wel heel veel terugkomen. En we hebben besloten om iets meer vooruit druk te zetten. Om ze wat eerder op te vangen. Anders worden ze met elke voorzet, met een goede spits als Luc de Jong, worden ze heel gevaarlijk. Jullie waren nog heel dichtbij, hè? Ja, niet dat we het verdiend hadden, maar we waren er inderdaad dichtbij. En helaas. Stiekem een puntje stellen ook. Ja, dat hadden we wel op gehoopt, maar dat mocht niet zo zijn. Toch even terug naar jouw eigen persoonlijke prestatie. Weet jij wie er op de tribune zat? Ja, ik heb nu al de 7e interviewer ben jij, dus inmiddels weet ik dat wel, ja. Heb je nog met hem gesproken? Weet je eventueel nog wat jouw kansen kunnen zijn? Ik heb in september na het incident heb ik met hem gesproken. En dat gesprek dat hou ik privé, maar ik moet gewoon op het veld laten zien. Dat ik er wel of niet bij hoor, dat laat ik in het midden. Dat is aan de andere mensen. En ook buiten het veld, want wat er vorige keer buiten het veld was gebeurd, dat is natuurlijk, daardoor is de hele beslissing gekomen. Dus ik moet gewoon laten zien dat ik veranderd ben en dat ik erbij hoor, maar dat laat ik aan hun.